Welkom bij alweer de laatste reguliere uitzending van dit seizoen van RTV Sport op TV. Straks kijken we terug op het evenement Katwijk Fietst dat zaterdag werd gehouden en weten we of de heren 1 van Grasshoppers zijn gepromoveerd naar de promotieklasse. Maar eerst Quick Boys. De blauw-witte zijn nog in de race voor een felbegeerde plek in de topklasse. In de nacompetitie speelden zij zaterdag tegen hoofdklasser RVWH. De nacompetitie van de hoofdklasse B, gespeeld door 3 clubs. Quick Boys als nummer 2 en vervangende periodetitel overgenomen van kampioen Katwijk en de andere clubs RVVA en Spijkenisse. En Quick Boys begint thuis tegen RVVA. Kan meteen een goede slag slaan door die eerste wedstrijd te winnen van de ploeg uit Ridderkerk. In de competitie ging dat 1 keer goed en 1 keer werd er gelijk gespeeld. Dit is even opletten voor Quick Boys. En heeft Quick Boys in die zin mazzel dat die verkeerde terugspeelbal uiteindelijk leidt tot een overtreding en dus een vrije trap voor RVVH. Bal niet heel ver over het doel van doelman Martijn de Zwart. Quick Boys dus uitgewonnen bij RVVH in de competitie. En in december hier op Nieuw-Zuid 1-1. Maar goed, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Hier de vrije trap wordt dan weggebokst door de Zwart en komt dan zomaar voor de voeten van Benjamin Marta. Normale speler die het van zijn snelheid moet hebben. Hier uit de standaard situatie. En zo staat het meteen al 0-1. Dat is slechts een paar minuten spelen. Een domper dus voor Quick Boys. En daar zag de doelman er toch niet helemaal goed uit. Want hij stopte de bal zo voor de voeten van deze Benjamin Marta. Bekend ook bij ons in de regio. Quick Boys dringt wel aan. Hier de voorzet. Kan er worden gekopt uiteindelijk door Thijssen. Bal van de lijn gehaald door Creso. En dat is nog bekooi met de inzet. In ieder geval wat mogelijkheden, met name via Thijssen met het hoofd. Hier Thijssen weer. En oh, dan is het Woudenberg. Die lijkt te schrikken van die bal die ineens voor hem langskomt. Had eigenlijk alleen zijn voeten tegenaan hoeven zetten. Dan had het hier zo 1-1 gestaan. Want Quick Boys meer in de aanval dan RVVA. Maar hier toch ook een kans voor RVVA. En dan moet de Zwart redding brengen. Dan een blessure bij Weber. Dat is trainer Franken van RVVA. En dit is Opoku. Was wat ongelukkig, maar dit is een prima actie. Mooie beweging daar van de bek van Quick Boys. Maar uiteindelijk niet meer dan een ingooi. En hij zoekt snel zijn plek weer op. Vrij trap voor RVVA. Scheidsrechter Van den Burg zet de muur op afstand. Bal vanaf een meter of 40. En hoewel de bal niet hoog is, gaat die bal er zomaar in. En voor de tweede keer is het doelman de Zwart die daar niet goed uitziet. Deze bal mag er natuurlijk nooit in. En dan kan Quick Boys het initiatief hebben. Maar de goals zijn voor RVVA 0-2. En dan hier een elleboog. Veel pijn bij Thijssen. De scheidsrechter Van den Burg, nog de grensrechters, zien daar een elleboog. Je moet het ook goed zien in de herhaling. Hoewel ook Thijssen wat zwaait met zijn armen, is het in ieder geval het jukbeen van de spits van Quick Boys dat een behoorlijke opdoffer krijgt. Geen geluk dit seizoen voor de spits van Quick Boys. Overgekomen van Terlede. Ja, die kan ook niet verder. Jeroen Ketting is zijn vervanger. Tweede helft dan. Quick Boys blijft eigenlijk de enige ploeg die echt aan het voetballen is. Maar echt hele grote kansen zijn er nog niet. Nu dan misschien Jaap van der Plas. Je moet hem in 1 keer nemen. Dan moet je ook een beetje geluk hebben. Nu heeft Van der Plas dat niet. De bal dus net naast het doel. Woudenberg. Van der Plas. Dit is Ravensbergen die zo'n indraaiende voorzet misschien wel 30 keer gaf. Wat gebeurt er hier? Een botsing tussen Ketting en de doelman Spelde. Ja, dan zegt de trainer van RVVA. Er wordt een elleboog gebruikt. En dan zegt Verdonkschot. Dan heb je die actie op Thijssen niet gezien zeker. Er zit wat in. Nu dan die vrije trap. Dit is Bekooi. Krijgt hem ook ineens voor de voeten. En waar Marta hem raak schoot, schiet Bekooi de bal net over. Jaap van der Plas. Dan Ravensbergen komt er weer zo'n indraaiende voorzet. Moet toch een keer goed gaan, zou je zeggen. Wordt wel gekopt. En dan uiteindelijk wordt hij er toch ingekopt door Bekooi. Omdat doelman Spelde mis zit. Nou, daar is dan die aansluitingstreffer. En haast geboden. Want Quick Boys wil natuurlijk meer. Hier komt die bal. Wordt verlengd met het hoofd door Tom de Vries, zo lijkt het. Dan is het Ketting die de bal wil aannemen. Maar vanuit zijn rug is het Bekooi die de bal koppend binnenloopt. 1-2 dus.
Natuurlijk wil Quick Boys meer. Balletje even terugleggen. Ja, wie schiet er dan uiteindelijk? Want dit is volop verdedigen. En dit is geen penalty, zegt Weber. Zegt ook scheidsrechter Van den Burg. Sterker nog, het is een gele kaart voor Bokoy vanwege een schwalbe. De klok wordt zo'n beetje de grootste vijand van Quick Boys. En dan in één keer. Goeiedag, wat een knal van aanvoerder Woudenberg. 89 minuten gevoetbald. En wat dan combineren steeds maar niet lukt, lukt nu de aanvoerder wel. Neemt hem in één keer fantastisch op de pantoffel. En dan via de paal is doelman Spelder volkomen kansloos. Zo is er opluchting over de late gelijkmaker, maar zal het ook teleurstelling zijn omdat er niet gewonnen werd van RVVA in die eerste wedstrijd in die na-competitie. 2-2 op Nieuw-Zuid. Een gelijkspel dus voor Quick Boys. Zij spelen op 19 mei nog uit bij Spijkenisse. En vervolgens spelen RVVA en Spijkenisse nog tegen elkaar op 23 mei. En daarna weten we of Quick Boys verder doorgaat in de na-competitie. De dames van Quick Boys hadden afgelopen zaterdag ook nog kans op promotie, maar speelden gelijk tegen SVS 2. Hierdoor spelen zij ook het volgende seizoen weer in de derde klasse. De winnaars van de wedstrijden DWO Jodan Boys en RCL 2 SVS 2. Zij spelen zowel een thuis- als een uitwedstrijd, komen volgend jaar wel uit in de tweede klasse vrouwen. Dan basketbal. De Heren 1 van de Witgrasshoppers speelden een mooi seizoen tot nu toe en konden dit afgelopen zaterdag met promotie bekronen. Mits er gewonnen werd van de Lokomotief uit Rijswijk. Wij waren erbij in Zwolle. Ja, hier moet het gebeuren. Het topsportcentrum in Zwolle. Thuisbasis van eredivisionist Landstede Basketbal. Een mooie ambiance voor de finale van de Final Four. En inzet is promotie naar de promotiedivisie. Tegenstander is Lokomotief uit Rijswijk. Ik kan dus wel stellen dat het een veruitwedstrijd is voor beide clubs. Toch twee bussen vanuit Katwijk om te kijken naar de beginfase die nogal rommelig is. Wouter Bril was hier met de overname namens Grasshoppers. Dit is Joey Schelvis. Die maakte vorige week nog indruk tegen Atticus in de halve finale. Maar deze aanval levert geen score op voor de Katwijkers. Lokomotief dan, de tegenstander. Met de nummer 9, Sam van Dijk. Die paast naar de nummer 14, Kevin Joukes. En die scoort namens Lokomotief. Verrassend, want Lokomotief neemt afstand in die beginfase. Lennart over de vest. Namens Lokomotief. Bal gaat er niet in. Rebound aanvallend is van Dijk. En dan valt hij er alsnog in. En zo loopt Lokomotief uit. De ploeg heeft minder lengte en is fysiek ook minder dan Grasshoppers. Maar speelt wel slim. En Grasshoppers speelt vooral tegen zichzelf. Deze bal valt er niet lekker in. Nu dan wel. Eindelijk de aanvallende rebound. Koen Grimbergen. Eindelijk weer eens een score voor Grasshoppers. Dat terugkomt tot 6 punten verschil na de eerste periode. Tweede periode dan. Met een schot van Jake Prins. Grasshoppers is op volledige oorlogssterkte de finale ingegaan. En dan staan we weer gelijk halverwege de tweede periode. Maar hier opnieuw een mooi schot van Lokomotief. 3-punter van Sam van Dijk. En zo is het verschil bij rust toch weer opgelopen naar 9 punten. Er zijn er zorgen voor de mannen van Reitsema. Deze valt niet lekker. En dit is een goede, snelle voortzetting. De score is hier door Wesley Groen. Ja, de spanning is dan weer helemaal terug. Grasshoppers vecht zich eigenlijk voor de tweede keer terug. En dan zijn we aan het eind van de derde periode bijna weer waar we begonnen waren. 1 puntje verschil. En dan gaan we de laatste periode in. Is er dus nog van alles mogelijk. En de spanning neemt alleen maar toe in Zwolle. Joey Schelvis. Naar Wesley Groen. En daar is de enige 3-punter van de avond aan de kant van Grasshoppers. Van Wesley Groen. Dan Lokomotief. Ja, daar speelt Rens Butter, dat is de nummer 5. Die speelt daar een hele goede wedstrijd. Gaat door de defensie van Grasshoppers heen. En met succes, want hij scoort ook. Grasshoppers, dat staat als thuisspelend aangegeven, staat tot inmiddels dan wel op een lichte voorsprong. En na deze vrije bal bedraagt die voorsprong 3 punten. Dan hebben we nog zo'n 40 seconden op de klok. Het lijkt dan allemaal goed te komen, maar dit is in de slotseconde van de wedstrijd. Een 3-punter van Sam van Dijk, alles of niets, en die zit. En dan zijn we toch nog gelijk en dan gaan we een 5e periode in. In die 5e periode, hier de score, de belangrijke score van Joey Schelvis. En hij zweept het publiek nog eens op. Dit is Lokomotief. Rens Butter, de nummer 5, namens de ploeg uit Rijswijk.
En Kevin Joukers, ja, die zit er ook lekker in. Hij scoort. Grasshopper staat dan nog steeds licht voor en moet dus vooral rustig blijven. Tim de Jong met een goed schot. Elk schot is dan belangrijk in die hectische slotfase van een wedstrijd die een echte finale is. Niet heel goed, maar wel heel spannend. 4 punten is dan het verschil en het voordeel van Grasshoppers. Nog 1,5 minuut op de klok. Locomotief strijdt voor de laatste kans. En die valt lekker. Lennart over de West. Joey Schelvis. Met de rust. Waarheen? Tim de Jong. Terug naar Schelvis. Nou, doe maar even rustig aan. De voorsprong bedraagt nog steeds 4 punten in het voordeel van Grasshoppers. Wat doet Schelvis? Hij geeft de bal af en daar komt niet het schot. Jawel. Nou, die zit niet. Maar Grasshoppers kan wel de overnemen. En daar is de score. Wouter Bril staat helemaal vrij. Goed gevonden door Tim de Jong. Dat zijn belangrijke punten. Het feestje op de tribune kan dan gaan beginnen. Wordt alvast ingezet. En deze gaat er niet in. En deze wel. Succesvolle aanval van Grasshoppers. Dan gaat het feest op het veld ook echt beginnen. Het kan nu echt niet meer mis. Grasshoppers wint dus uiteindelijk in een bloedstollende finale. Het ging niet vanzelf. Maar Grasshoppers wint in Zwolle en komt volgend seizoen uit in de promotiedivisie. En dat is meer dan verdiend na een seizoen met alleen maar overwinningen. Dit is zo mooi. Hier hebben we het hele jaar elke wedstrijd voor geknokt. Voor dit moment. En goh, wat was het lastig en moeilijk en wat speelde tegenstander goed. En wij eigenlijk helemaal niet zo. Maar dit is puur op wilskracht om die pot nog te winnen. Ja, geweldig. Volgend jaar klasse hoger, hè? Ja, dat is een droom. Toen ik begon vorig jaar hadden we een pad getekend voor in 3 jaar naar de promotiedivisie. We hebben dat in 2 gedaan. En ja, dat was mijn droom om in Katwijk promotiedivisie te kunnen spelen. En dat gaan we nu gewoon doen. Onze felicitaties voor de heren van Grasshoppers. Zoals gezegd, volgend seizoen spelen zij dus in de promotieklasse. En dat is de op 1 na hoogste basketbaldivisie van Nederland. Een minder leuke ontknoping van de competitie was er voor Matthew. De korfballers zijn zaterdag gedegradeerd uit de tweede klasse veldkorfbal. Op eigen veld werd met 8-12 verloren van Haarlem. Tot slot hockey. De heren van hockeyclub Katwijk verloren van Apkoude met 1-4. En de dames deden het beter. Zij wonnen ruim met 0-6 uit tegen de Kraaien. Afgelopen zaterdag was er weer volop activiteit op de boulevard met de 2e editie van Katwijk Fietst. De achtergronden van dit evenement hoorde u een paar weken geleden al toen organisator Rob Onderwater hier te gast was. Hoe het zaterdag verliep, ziet u nu. De 2e editie van Katwijk Fietst. Met de Katwijkse ziekte als nieuw goed doel en een burgerronde als nieuw onderdeel. Maar vooral met regen, heel veel regen. Niet echt hard, maar wel het soort waar je heel erg nat van wordt. En dat verwacht je toch niet als het al half mei is. Maar het was dus wel zo afgelopen zaterdag. En de publieke belangstelling viel daardoor ook wat tegen, evenals het aantal deelnemers. Maar het eerste onderdeel van de dag, dat is de duin- en strandrace. Via de Katwijkse boulevard, de duinen in en dan het strand op. Onder zware omstandigheden dus. Regen, grauw, nat, grijs, veel wind. Maar dat leverde natuurlijk ook de nodige heroïsche plaatjes op. Het eerste onderdeel dus van de dag, de duin- en strandrace. En na een uur plus een ronde op de fiets blijkt Arjan van der Plas uiteindelijk de snelste. Hij wint dus de 2e editie van de duin- en strandrace van Katwijk Fietst. Om 12:30 dan ziet de lucht er nog steeds grauw en grijs uit. We zijn dus een paar uur verder, maar het dreigt eindelijk een beetje droog te worden. Bij de start van het criterium, het klapstuk van de dag. We hebben dan al de dikke bandenrace gehad. En ook de toertocht. Maar nu dus een criterium op en rond het zuidelijk deel van de boulevard. Een parcours van ongeveer 1,8 kilometer lang.
En dat loopt via de Seinpoststraat, Drieplassenweg, Sportlaan en komt uiteindelijk weer terug naar de boulevard. En ook nu wordt er weer een uur gereden, hard gereden en een laatste ronde. Om te kijken wie de snelste is. En de winnaar is dezelfde als vorig jaar uiteindelijk. Marco Kuivenhoven uit Schravenzande. Hij wordt eerste. Tweede wordt Nick Zuiderduin en Jaap van der Meij eindigt als derde. Een mooi evenement, Katwijk fietst. Het bracht ons aan het einde van deze uitzending van RTV Sport en ook van dit seizoen. Uiteraard blijven wij Quickboys volgen in de nacompetitie en melden we ons als de Katwijkers deze competitie succesvol afsluiten. Voorlopig zijn we er op zaterdag nog wel op de radio en kijk in de tussentijd op sport.rtvkatwijk.nl voor het laatste lokale sportnieuws. Een programma als dit maak je nooit alleen, maar met een heel team achter de schermen. Ook jullie bedankt voor de inzet. Volgend seizoen melden we ons weer. Graag tot dan.